De Rotterdamse skyline zal binnenkort een nieuw icoonrijker zijn. BAM Bouw en Techniek laat de komende jaren op het Rotterdamse scheepvaartkwartier de Zalmhaven verrijzen. Eén woontoren van 215 meter, geflankeerd door twee woongebouwen van 70 meter hoog, maakt de Zalmhaven de hoogste woontoren van de Benelux. De Zalmhaven wordt gebouwd in een historische wijk met drukke toevoerwegen. De bouwplaats is direct gelegen achter belangrijke verkeersaders van de havenstad, waaronder de Maasboulevard, de Erasmusbrug en het vasteland, waarover hulpdiensten het Erasmus MC moeten kunnen bereiken. Het is een relatief kleine bouwplaats waarop een enorme hoeveelheid bouwmateriaal benodigd is. Die materiaalbehoefte wordt bijgehouden en die wordt gespiegeld aan ons data-driven logistiek systeem Geologic. En daarmee kunnen we ook in kaart brengen en in kaart houden wat de materiaalbehoefte is hier op de bouw. Als de materialen hierheen naar de bouw komen, meestal is dat één werkdag voorafgaand de montagedag, kunnen wij voor de logistiek ervoor zorgen dat alle materialen op de juiste plek ook in de bouwdelen terechtkomen. Op de juiste verdieping en in de juiste bouwnummers. En dat stelt onze samenwerkende partners in staat om gelijk aan de slag te kunnen gaan op het moment dat ze hier op de bouw aankomen en hun werkzaamheden starten. Werken aan het verbeteren van de logistieke efficiëntie bij ruwbouw doet de bouwwereld al langer en is dus niet uniek. BAM Bouw en Techniek gaat hierin echter een belangrijke stap verder. Uniek en innovatief aan dit project is dat wij de logistiek vooraf helemaal hebben ingeregeld. Dat houdt in dat wij goed hebben gekeken van hoe willen wij de logistiek op de Zalmhaven geregeld hebben. En uiteindelijk heeft dat geleid tot de keuze dat wij als BAM de logistiek zelf coördineren en faciliteren. En dat houdt gewoon feitelijk in dat wij de materialen op de desbetreffende plekken brengen. En dat doen wij door middel van runners en het logistieke team dat hier op de Zalmhaven werkzaam is. En voor de hele keten levert dit voordelen op, zowel financieel als in bouwefficiëntie. De hele logistieke keten is erop gericht om hier de bouwplaats zo veilig, zo werkbaar mogelijk en zo efficiënt mogelijk te laten opereren. En om dat zo te laten zijn, maken wij gebruik van een hub. En dat stelt ons in staat om hier de bouwplaats echt als productiecentrum te laten zijn en ons hier te richten op de bouw zelf. De hub voor dit project is geplaatst op de Keilenweg in Rotterdam. Alle aangeleverde bouwmaterialen worden hier grondig gecontroleerd, gedocumenteerd en geconsolideerd. Ook vindt de montage plaats. Houten kozijnen, aluminium onderdelen, glas en rubbers worden hier bijvoorbeeld geassembleerd tot complete puien. De reden dat we de hub gebruiken als ondersteuningslocatie heeft vele redenen, maar voornamelijk dat we de transportbewegingen verminderen. Met alle voordelen van dien. Met name dat we op de bouw ons kunnen focussen op de realisatie zelf. En dat we hier spullen die eigenlijk op de bouw in kleine hoeveelheden zouden komen, hier kunnen bufferen en bundelen. Waardoor we gewoon een veel rustiger gebouw hebben en we op de bouw ons kunnen focussen op hetgeen wat we daar moeten doen. En dat is het realiseren van de Zalmhaven. De manier hoe we hier bundelen is door alle materialen die niet direct noodzakelijk zijn op de bouw hier te laten bezorgen. Dat zijn materialen als gereedschappen, ijzerwaren, koffie en thee, alle randzakelijkheden. Die worden hier allemaal bezorgd. Dat wordt hier opgeslagen en dat wordt 2 maal per week wordt dat verreden met een streetscooter, dus een elektrisch transporttruckje naar de bouw toe. Uiteindelijk, met alle werkzaamheden die we hier hebben, zorgen we ervoor dat het rustiger is op de bouw, rustiger is in de buurt van de bouw en dat wij ons kunnen focussen op de productie. Dat we ten alle tijde de materialen op de juiste plek, op de juiste tijd, op de juiste plaats hebben op de bouw. En we kunnen hier ons rustig buiten de bebouwde kom van de Zalmhaven focussen op de werkzaamheden. Er ligt een strak uitgevoerd logistiek werkplan ten grondslag aan het bouwen van de Zalmhaven. Gestroomlijnde communicatie tussen de hub en de bouwplaats is daarbij essentieel. Het kloppende hart van deze communicatie wordt gevormd door de software van Geologic, een real-time webapplicatie dat alle betrokkenen in staat stelt om het logistieke proces te managen en te volgen. De hele logistieke keten is gedigitaliseerd. En dat gaat door middel van bouwtickets. Dat begint eigenlijk gewoon online, waarin al onze samenwerkende partijen een bouwticket aanvragen. En het bouwticket wordt aangevraagd door middel van het aanvinken van bepaalde wensen en voorkeuren. Dat is allemaal onderdeel van het logistieke management. En daarin spiegelen wij de initiële planningen af ten opzichte van de bouwtickets. Vervolgens wordt die bouwticket ingediend en die komt terecht bij onze logistieke uitvoerder. Die controleert die en die kijkt of die ook past in de dagplanning. Die planning die wordt digitaal verstrekt middels iPads aan onze portiers. En op die manier zien we dus iedere dag de dagelijkse stand. Hoeveel transport hebben we, wat komen ze brengen en waar moeten ze heen. En bij aankomst worden die tickets door middel van een QR-code geregistreerd op tijd en op aankomst. En ook op volledigheid.
Dus het is ons mogelijk om in de data terug te kunnen zien of iedereen op tijd was, waar ze heen moeten en waar ze zijn op ieder willekeurig tijdstip. Met al deze voordelen is het voor ons de enige mogelijke manier om zo'n groot project als de Zalmhaven efficiënt en naar ieders tevredenheid te regelen. En dat doen we iedere dag met heel veel plezier.